Heel hoog. En waar proosten wij op? Op de nieuwe haring? Kan. Op een mooie duikreis naar Curaçao? Kan ook. Maar ik proost ook op het feit dat er een aantal van u vanavond dol en dronken naar huis gaan. Proost. En ik zal er niet één van zijn, maar wij moeten het land nog in. Hey Hans. Aan de bar zit een vader. Telefoon in zijn hand. Zegt tegen zijn vrouw, waarom kom je niet hier? Schuif je werk aan de kant. De grote verhalen van de man met de hoed. Hij leeft in een wereld vol vrouwen en geld, maar niemand weet wat hij doet. En de vrijgezelle meisjes vallen binnen, ja, alles is goed. Wij gaan van links naar rechts. Elke maat, elke vent, maakt niet uit wie je bent. Of je de top hebt bereikt, of een teamje bent gezonken. Zit een stel zo verliefd. Ze kijkt in zijn ogen, haar lippen gaan mee op de mooiste muziek. En in de hoek staat een dame met een oude meneer. Hij was bijna vergeten hoe mooi het ooit was, maar nu is hij er weer. De barman die schreeuwt, beste mensen, allemaal nog een keer. De partij, maar iedereen, dat is mooi in democratie, iedereen kan bepalen bij welke partij die graag wil horen. Een aantal collega's te spreken, wethouder van Engelo van het CDA, de goede partij. Dan zei hij van, je moet nu de minister bellen. Ja, dat kon ik niet alle minuut, maar zo is het dan Henk Balk. Ja, je moet net, alles moet kloppen, zeg ik altijd. Hey, kilometers maken en die gaan we maken in de rally, in de Sylvia Rally van Moskou naar Peking. Handje kun je altijd al praten maken, maar van een praten kun je nog een handje meer maken. En we hebben veel te veel praters opgevoed. Ik ben hier vandaag naartoe gefietst naar dit leuke feest, de Balk Haring Party. En ik plezier een nieuwe pand. Het is een prachtige locatie. Het pand is echt geschikt voor een boekwinkel. Als u zo om u heen kijkt hier, ziet u dan veel bekenden? Ja, heel veel.